In hotelrestaurant Unicum Elsenhagen in Poeldijk is maandagavond het jaarlijkse Westerlands voetbalgala gehouden. Grote winnaar is Tom van Veen van SV Onselersdijk, uitgeroepen tot speler van het jaar. Zelf overigens niet aanwezig. De prijs ploeg van het jaar ging naar Velo uit Wateringen, voor het tweede jaar op rij gepromoveerd. En de oeuvreprijs is voor verdediger Marco van den Knaap van Westlandia. De routinier is na 21 seizoenen gestopt met voetbal en wordt technisch manager. Ja, dat is mooi. Ik bedoel, waardering voor wat je gedaan hebt in het voetbal. Daar ben je nooit zo heel erg mee bezig. Ik ben daar eigenlijk nooit mee bezig geweest. En dan hoor je toch wel van een hoop mensen die je bedanken voor de mooie jaren en dat soort dingen. Dan begint wel een beetje te voelen van toch wel iets goed gedaan. Er zijn veel meer prijzen uitgereikt. Kijk daarvoor dit weekend naar een registratie op WOS TV.